inlating zit erin. Twee in Rolde en één rondom dit diep in de kerk van Hamburg. 1500. Er waren 20.000 Drenthe. Nu bent het een 500.000. Maar toen waren er maar 20.000. En een lotting, dat was een evenement. We kwamen de mensen naar kieken. Niet in de eerste plaats, omdat de veroordeelde boeten de stokslaan kregen. Geradmaakt werd nog erger. En dat was een kermis. Er kwamen veel mensen op af. Misschien wel net zoveel mensen als er nou op wonen. Drenthe was een landschap. Drenthe was niet eens een provincie. De Republiek der Zeven Provincies. Daar hoorde Drenthe niet bij. Drenthe was van vroeger uit, toen de Saksen hier nog zaten, had drie gebieden. Het Noordenveld, het Middenveld en het Zuidenveld. En die drie bij elkaar, Drenthe, dat werd uiteindelijk Drenthe. Maar rond 1500 had Drenthe zes gebieden. Het Noordenveld, het Oostermoer, het Rolderdingspel, het Bijlerdingspel, het Tieverderdingspel en het Zuidenveld. En voor deze rechtszitting mogen die zes dingspolden vier afgevaardigden sturen. Dat nummer Etten. Ik weet niet man. Dat waren allemaal mannen. Vrouwen mochten niet in. Die Etten die waren soms wel drie dagen onderweg om hier bij deze vergadering te komen. En onderweg waren de verleidingen groot. De voorzitter van de vergadering is de drost. Vandaag de dag zullen we zeggen. De commissaris van de koningin. En die drost, die moest voor de rechtszitting zeker weten dat het spul niet dronken was. Want die lusten wel in. Onderweg. Deze vorm van rechtspraak komt omdat wij als landschap eigenlijk niet meetellen. Wij kunnen eigenlijk zelf ons bestuur en onze rechtspraak maken. Dat stamt al vanuit die Saksische tijd. Je ziet bij Asterix en Obelix nog wel dat de hoofdman de schilden in de grond deed. Dat deed die Saksen vroeger ook. En vermoedelijk is deze vorm van rechtspraak van daaruit af te leiden. Ik wens je zometeen een hele gezellige lotte. We zijn hier onder het luiden van de kerkklokken bijeengekomen voor de zitting van deze lotting. En voordat ik deze lotting open, wil ik nagaan of er ieder aanwezig is. Ik heb hier een lijst met namen en... Ja, de ouderdom die gaat wat apart te spelen. De heer al zei, wilt u de namen voorlezen? Ik zal het proberen, heer Drost. Zuiderveld. Bartel Beningen. Aanwezig. Marmol Eppingen. Aanwezig. Hermans Vierbeek. Aanwezig, heer. En Luken Huizing. We zijn hier, Drost. Bellen Deestel. Lange Nijssen. Aanwezig. Ja, maar hij moet hier zijn. Hij zal toch wel het luiden van de kerkklokken gehoord hebben. Hij verdient de kaas naar buiten kijken waar hij van Belingen is. Hij dient hier aanwezig te zijn. Ik wil niet. Ik kan wel hier last schrijven. Dieke de Dings. Helder Hofmans. Oh, mijn vriend heeft die rekening niet betaald. Ja, dat is Cornelis Kiers, heer Drost. Cornelis Kiers, wel wel. Nou, we zetten onze zaak uit. De chirurgijn meester de Dirk Lentjes heeft toen in de skiers verholpen toen hij wel in de landmaatschap de wereld heeft. Maar ja, dan wil ik hier de rekening niet betalen en daar gaat de kwestie over. Je moet de rekening niet betalen. Nou, daar zal best nog wel meer achter zitten. Laten we de partij maar eens doen. Ja.
Vaker Berens, Harm Berens en Jan Geerts. Jawel, hè? Die ken ik. Ben je op een nieuwjaarsdag in gezelschap geweest van deze mannen? Ja, dat wil je. Ja. En waar dan wel? In welk huis? Met Dwarrel. En door heb ze gereden, Sophia. En toen het duster was, hè, toen kwam ze weer terug met nog een paar kerels. En met heuvelen waaien en geschreeuw. Wat zei je, vader Jans? Ja, vader Jans, ja, die schreeuwde het hardst. Hij roept, Pieter, die voorschouw je kinderen, hoor. Maar voor 12 uur vannacht hebben wij je hoesiel en de voet. Ik heb oprecht van de schoen gezien. En ik kreeg een drevel. Dat zei je allemaal, ja. En toen zijn ze begonnen. Ja, we hebben een snel beschutting zo hier. Als ze begon te smieten met steen op de pannen en door het glas. Wat is verschrikkelijk hier. Oh, ja. Wat zal ik jou allemaal zeggen? Ja, daar ben ik. Ik heb ook wel een naam. Ja, nou. Zo. Er kwam er altijd zoveel Frank Vogel op de vloer. En ik dacht van nou, dat mag van mij wel een keer aflopen. En waarom moet je jezelf overhalen door Fabio Jans om zelf mee te doen? Ah, overal. Overal maar was ik. Ik was toevallig mee. Toen ze dan muur kwam. Maar 100 staatslanden heb ik hem niet verdiend.